reclamestunt van een bekende pizzaketen. Die bezorgt de bal voor de wedstrijd Scheveningen tegen Katwijk. Duel tussen de ploeg die op de eerste veilige plaats staat, nummer 12, dat is Scheveningen. En Katwijk, de nieuwe koploper. Weten dat die positie zo ongeveer behekst is. Doorgaans heeft de lijstaanvoerder een houdbaarheidsdatum van een week. Tillema sleept er een hoekschop uit namens het thuisclub. Kopbal Ros. Het eerste gevaar komt van de ploeg van John Blok. Die onbevangen begint aan het duel. Nieuw Scheveningen. Lichte overtreding. Vrije trap op het hoofd van Peters. En dat is de vroege 1-0 voor Scheveningen. Tim Peters komt voor zijn man en kopt zijn vierde treffer van het seizoen binnen. De oudspits van IJsselmeervogels en ook ex-prof in dienst van Scheveningen. Nu krijgt Katwijk een vrije trap. Beeldsnijder gewaarschuwd. Jonge Nelen en Suzanne. En dat is niet al te veel later de gelijkmaker. Raakt hem zo'n beetje met zijn middel, Robert Suzanne. Dus de score weer gelijk. Aldogan worstelt zich voorbij Huisman. Van de bal net voorlangs. Maar met Aldogan zorgt voor gevaar. En ook hier wordt hij neergelegd. Achterberg. Koroglu zit mis en De Jong scoort. De linksback vergeten door alle Katwijkers. Ferry De Jong. Op aangeven dus van Giorgio Achterberg. Het mistasten van Koroglu. Mede veroorzaakt door het toucheren van Peters. Protesten bij Katwijk. Maar het doelpunt wordt toegekend. Scheveningen dus opnieuw op voorsprong. En Scheffer. Mikt net wat te hoog. Frivole start van Scheveningen. Dat veel energie aan de dag legt. Katwijk heeft het er moeilijk mee. Jonge Nelen. Met de individuele actie. Een attente reflex van Beeldsnijder. Achterberg. Nu wel Koroglu klemvast. En loerend op de snelle spelervatting. Met de snelle mensen voorin van Katwijk. Zoals Donny van Ooyen. En Jeffrey Jonge Nelen. Nu wordt Suzanne vrijgelaten. De man van de gelijkmaker doet het opnieuw. Robert Suzanne. Zo vaak scoort hij niet. En nu liggen er twee in het mandje. Achter Samir Beeldsnijder. Een vlekkeloze krul. En de meegereisde Katwijk-fans zijn blij. Vermakelijke pot in de eerste helft. En krijgt Katwijk dan de geest. Van Ooyen. Beeldsnijder, niet helemaal overtuigend. Maar het loopt voor hem met een sisser af. Leonard, uitgeweken naar de flank. Jonge Nelen. Dit zag er hoopvoller uit dan het uiteindelijk was. Maar de rust breekt aan bij een 2-2 stand. En kortom, het publiek heeft niks te klagen op houtrust. Belooft misschien nog wel wat voor de tweede helft. Goeie aanvalsopzet van Scheveningen. Uiteindelijk Achterberg met het schot dat Venijn mist. Scheveningen weer met Peters. Profiteert van desorganisatie bij Katwijk. En Aldogan laat dan de mogelijkheid liggen om Scheveningen naar 3-2 te schieten. En net als voorrust komt Scheveningen goed uit de kleedkamers. Katwijk met de overname. Huisman richting Sadiusing. Die heeft een veld voor zich. Dat geldt nogal meer voor Van Ooyen. Naar de achterlijn Van Ooyen. Op het hoofd van Leonard. Beeldsnijder. En uiteindelijk de opruiming rondom de doellijn. Het blijft leuk in het duel
tussen Scheveningen en Katwijk. Beide ploegen gaan vol voor de winst. Peters ontdoet zich van de tegenstander en mikt net naast de verkeerde kant van de doelpaal. Maar Scheveningen voelt dat Katwijk kwetsbaar is. Van Eeuwijk, vervanger van Huisman, gaat naar de grond. Strafschop zou je zeggen. Maar de gezichtsuitdrukking van Suzanne Verraat, dat hier geen strafschop wordt gegeven. Het is gewoon een zwalbe van Martin van Eeuwijk, oordeelt de scheidsrechter. Geel voor hem en ook voor Beeldsnijder, die zal iets te stevig geprotesteerd hebben. Leonard niet, Van Dam. Die raakt de bal totaal verkeerd. Daar is hij misschien wel centrumverdediger voor. Het zou een mooi vervroegd Sinterklaas cadeau geweest zijn voor Pim Langeveld, de voormalig assistent-trainer. Deze zomer is hij daarmee gestopt. Nog wel lid van de technische staf, maar het clubicoon, geveld door een herseninfarct, is inmiddels wel weer aan de betere hand. Zoon Mark Langeveld zat voor het eerst op de bank sinds zijn terugkeer, maar valt niet in. En Scheveningen komt niet meer op 3-2. Het blijft 2-2.